Maurice Steijn, wat was het algemene gevoel na de wedstrijd tegen PSV? Goed. Hoe gek het ook klinkt dat je je eerste wedstrijd verliest van het seizoen. Maar ik denk tegen een PSV wat over heel Europa afgelopen week indruk heeft gemaakt. Dat wij uitstekend partij hebben gegeven. Dat we, wat ik vind, het eerste half uur ook prima gespeeld hebben. Maar tegen drie doelpunten aanlopen. En daarna hebben we alles of niks gespeeld. En hebben we er tot op de laatste seconde een heerlijke wedstrijd van gemaakt. Op de manier, denk ik, die bij ons ligt. PSV heeft bijna geen adem gehad om aan opbouwen te komen. Dus ja, dat biedt heel veel mogelijkheden voor de rest van het seizoen. Met name in de eerste 15 minuten hadden jullie PSV bij de strot. Ja, dat hadden we ook. Dus dat, en dan is het jammer dat uitgerekend op het moment dat je denkt dat je goed in de wedstrijd zit. Één moment van onachtzaamheid, dat kost je dan een doelpunt. Ja, dan weet je dat je tegen dit PSV, als je achterkomt, daar kunnen ze uitstekend mee omgaan. En dan hebben ze een hele goede ploeg. Maar ja, we maken op een goed moment de 3-1. Ja, en daarna kan het, de aansluitingstreffer valt net even iets te laat. Maar ik vind het laatste ook alles of niks gespeeld met drie man achterin en Kramer erbij. Dus ja, de jongens verdienen een groot compliment. En ik denk dat het publiek ook een groot compliment verdient. Als je ziet welke chemie er op dit moment aan het ontstaan is. Dat heeft een tijdje geduurd. Tussen mijn ploeg, zeg maar, mijn nieuwe ploeg. En de nieuwe staf en het publiek. Maar ik denk dat die vorig jaar is ingezet aan het einde van het seizoen. En als je ziet dat we nu met een ovatie van het veld gaan, dan is dat verschrikkelijk mooi om te zien. Is jouw ploeg in staat om het spel wat ze het eerste kwartier gespeeld hebben 90 minuten lang te spelen? Dat denk ik wel. Alleen het probleem was dat we vandaag tegen een hele goede tegenstander speelden. En dat we achterkwamen. Hè? Dus op het moment dat wij dat Cabral die bal wel er binnen schiet, krijg je ook tegen PSV waarschijnlijk een hele andere wedstrijd. Dus of het 90 minuten kan, weet ik niet. Maar we zijn er wel heel hard aan het werken om dit. Dit is het spel wat ik voor ogen heb met ADO. En bij Vlagen zag dat er heel goed uit. Je hebt een hoop aanvallers al aangetrokken. Je bent nu bezig met een aanvallende middenvelder. Wordt het niet eens tijd dat er eerst een verdedigende versterking aankomt? Ja, ook. Maar daar zijn we ook mee bezig en mee bezig geweest. Alleen dat wil gewoon niet lukken. En zoals je vandaag ook hebt gezien, de vier man, maar ook Super Sepa viel prima in. Ja, dat is prima. Dus ik ga geen noodaankopen doen. Dus het moet echt goed zijn. En dan doen we het. En dan, dat gaat echt wel gebeuren. Alleen ik wil daar wel echt een goede kandidaat voor hebben. Je ploeg is redelijk Nederlands, maar toch waren er wat communicatieverschillen achterin vandaag. Ja, er was een momentje van onachtzaamheid met Wormgoor en met Coutinho. En dat kan gebeuren. Het kan misschien te maken hebben dat het veld een beetje strookte. Maar je weet mijn voorkeur voor spelers die in ieder geval de Nederlandse taal heel goed beheersen. En dat, over het algemeen komt dat goed uit. Ik heb alleen het idee dat die verdediger die jullie momenteel volgen niet Nederlands spreekt. Jawel. Dan is het gebrekkig. Ja, dat wel. Wel heel gebrekkig.